We lopen hier op de gloednieuwe baan op Papendal. Die is echt net af. Ik train hier bijna elke dag, behalve zondag. Zondag is onze rustdag. En er wordt hard getraind buiten, maar ook binnen in het krachttonk, waar we alle faciliteiten hebben. Dus samen met mijn leuke trainingsgroep heb ik hier echt wel harde kotstrainingen gehad. Maar ook gewoon de leuke momenten, de PR's die je loopt op training. Dus ja, hier liggen wel mooie herinneringen. 15 jaar geleden ben ik begonnen met atletiek. Als kleine gup rende ik rond op de baan bij Climax in Ede. Het kwam eigenlijk omdat mijn vader en moeder allebei training gaven daar. Zelf nog steeds wel sportief zijn, maar niet meer lid bij Climax. Ik nog wel en ik ben ook eigenlijk lid geworden omdat mijn opa heel fanatiek was. Opa doet nog steeds wedstrijden. En eigenlijk is de hele familie een beetje atletiek minded. Keek altijd wedstrijden samen en ja, toen ik dus een jaar of 6 was ben ik erop gegaan en nooit meer weggegaan. Naast mijn sport studeer ik ook nog aan de Wageningen Universiteit. Dat is hier vlakbij. Daar ben ik niet heel vaak te vinden. Maar ik haal wel mooi mijn tentamens en geef daar mijn presentaties zodat ik uiteindelijk toch een diploma heb. Ik studeer daar gezondheid en maatschappij. Echt een leuke studie. En Wageningen helpt ook super goed mee dat ik hier gewoon elke dag kan trainen en wedstrijden kan doen in het buitenland. Verder naast het trainen geef ik ook nog clinics op scholen. Het project Toppers bij jou op school ga ik langs basisscholen in Gelderland. Waar ik probeer de kinderen te stimuleren om ook atletiek te gaan doen. Ik geef ook nog training, 2 keer in de week, ook hier op Papendal. En een groep jonge talentjes, jonge sprinters. Dus eigenlijk heb ik na mijn training nog zat dingen die ik erbij doe, omdat ik het leuk vind. 400 meter is ook de basis voor een 400 meter horde. En in Nederland is de 400 meter gewoon best wel goed bezet qua meiden. We hebben echt een goed 4x4 estafette team. Maar als je individueel naar toernooien wilt, mogen er soms 2-3 per land. Dus dan moet je gewoon bij de 2-3 beste van je land horen. En op de 400 is dat nu best lastig voor mij. Dus daarom een overstap naar de 400 horde. Ik heb niet heel veel horde ervaring, maar op de 400 horde staan hordes niet zo hoog. En het is puur ritme. Het is gewoon ritme, passen tellen en durven aanvallen. En het moeilijkste is als het op het eind lastig wordt, want je bent helemaal verzuurd. En dan moet je nog over zo'n hekje heen. Ja, het is een machtig mooi onderdeel. Als ik kijk naar Tokio is het toch wel gewoon mijn doel om daar en met de estafette te staan en individueel. Met de estafette is het denk ik iets realistischer met mijn 4x400 team. We zijn echt nog jonge meiden en we lopen elk seizoen nog bijna PR. Het gaat steeds harder. Dus ik denk dat we met de estafette daar gewoon kunnen staan. Natuurlijk wil ik ook individueel daar staan, het liefst op de 400 meter horde. En wordt nu hard aan gewerkt, zijn we hard aan het trainen. En ik hoop gewoon dat 2020 daar te kunnen shinen.